De Stichting Solidairs Castellón bestaat uit alle diaconieën van alle kerken in het dorp Jouren en omliggende gemeenten. Die stichting helpt iedereen die om hulp aanklopt. En daarvoor hoef je geen lid van een van de gemeenten te zijn. We helpen iedereen die dat nodig heeft. Samenwerking tussen MIX en de diaconie bestaat met name uit de voedselbank, de stille hulp, de kerstpakkettenactie. En op dit moment zijn we heel erg bezig om beleid te maken voor de Friese Meren. En dat doen we ook in gezamenlijkheid. En daarbij worden we ondersteund door de gemeente. Hey Pieter, goedemorgen. Jij bent er vroeg bij. Goed weekend gehad. Onze voedselbank die is natuurlijk gebaat bij verse groentes. En nou heeft onze voorzitter van de Stichting Solidairs Castellón, die heeft contact gezocht met de voorzitter van deze tuinvereniging. En gevraagd van, als jullie nou producten over hebben, boontjes, vooral verse groenten, daar zijn we echt heel content mee. Zouden wij dat mogen gebruiken en mogen we hier een stand neerzetten, zodat jullie dat wat over is, kunnen schenken aan de voedselbank. Verse groenten, wat mensen afstaan voor de voedselbank, dat is courgettes, noem maar op, allerlei producten waar we palet van hebben en waar we mooie dingen mee kunnen doen. De kanskaartenactie is een manier om mensen op te sporen die recht hebben op hulp, financiële hulp of toeslagen, maar daar tot nu toe geen gebruik van maken. Zij krijgen een kanskaart door de brievenbus, kunnen aangeven dat ze daar advies over willen en dan worden ze vervolgens adequaat geholpen door mensen die daar heel veel kennis van zaken van hebben. Goedemorgen, ik ben Klaas Hoekstra, vrijwilliger van de Stichting Diaconaal. Het is heel moeilijk om de mensen te vinden voor wie je eigenlijk bezig bent, voor wie je inzet als diaconie. En niemand meldt zich eigenlijk spontaan van ik ben arm of ik heb ondersteuning nodig. En die kanskaarten is een middel om erachter te komen wie hebben de steun nodig. Ik wil graag een signaal afgeven aan de diaken dat mensen die in de bijstand leven vaak wel bekend zijn bij gemeenten en vaak ook wel bekend zijn bij organisaties. Waar ik mij zorgen over maak is de nieuwe doelgroep armoede die eraan komt. En dan denk ik met name over de ZZP'ers, de gescheiden mensen, maar mensen die ook zonder werk komen te zitten en daardoor hun baan verliezen. Ik denk dat die mensen niet snel hulp gaan zoeken omdat ze niet weten waar ze naartoe moeten. Dus ik wil wel een signaal afgeven van let met name op die doelgroep, omdat die veel minder in beeld is dan de mensen die bijvoorbeeld in de bijstand leven. Hier in Jouren hebben we een kledingbank die echt uniek is. En alle gebruikers van de voedselbank mogen ook gebruik maken van de kledingbank. En daar mogen ze per keer een aantal artikelen weghalen als toevoeging op hun inkomen. En daar wordt erg veel gebruik van gemaakt. Als je als diaken begint, maak vooral gebruik van de mogelijkheden die er zijn aan cursussen, toerusting, informatie die je via Kerk in Actie kunt krijgen. Kijk op de website, er staat zoveel informatie op. Daardoor word je rustiger en voel je je ook meer toegerust. Ik zou graag op deze manier een oproep willen doen aan alle diakenen van Nederland om de samenwerking te zoeken met welke professionele organisatie dan ook. Dat kan een welzijnsorganisatie zijn en wat dan ook, dat maakt niet uit. Maar zorg ervoor dat je met elkaar gaat samenwerken. Je kunt elkaar zoveel steunen in alle expertise die er is. Dus ik zou zeggen, zoek elkaar op en verbind elkaar in het belang van de medemens.